Rotter de Constructie is een handelaar in tweedehands bouwmaterialen. Wat wij doen is wij demonteren zorgvuldig net voor de afbraak van gebouwen de materialen die voor hergebruik in aanmerking komen en dan maken we die klaar om opnieuw op de markt te brengen. Iedereen wint eigenlijk bij wat wij voorstellen. De klassieke sloopaannemer is blij, want er is minder materiaal dat afgevoerd dient te worden. Dat is een kostenbesparing voor hen. De opdrachtgever krijgt een volledige traceabiliteit en weet dat de materialen op een zinvolle manier een nieuwe bestemming vinden. En de klant die de nieuwe materialen koopt, die heeft ook reden om tevreden te zijn, want onze prijzen liggen merkelijk lager dan de nieuwe prijzen. Het Stadhuis van Antwerpen is natuurlijk een bijzonder project voor ons. In de eerste plaats omdat het natuurlijk een iconisch gebouw is. Iedereen heeft al wel eens gehoord van het Schoon Verdiep. Maar ook omdat het qua stijl ver ligt van de kantoorgebouwen die wij normaal gezien onder handen nemen. Dus het is een heel ander soort van materialen die we nu in onze winkel krijgen. De werken zijn vrij vlot verlopen. Het is natuurlijk zo dat als je in een gebouw begint, weet je eigenlijk nooit wat gaat nu precies de opbouw zijn van een bepaalde vloer. Bijvoorbeeld, we waren van plan om ook parket te demonteren. We hebben gezien dat er geen onderlaag aanwezig was, dus dat we eigenlijk riskeerden om de onderliggende schilderijen te beschadigen. Dat zijn zaken die je natuurlijk waar je moet aan aanpassen op een werf zoals deze. De meest bijzondere stukken vind ik persoonlijk een aantal van de deuren die gedemonteerd zijn met heel mooi houtsnijwerk, massieve eiken deuren. Maar ook in de verlichting zijn er een paar mooie bronzen lantaarns die een nieuwe weg zullen vinden dankzij ons.